Voorzichtig, want het is wel een kostbaar verhaal, hè? Zo, we zien hier een van de belangrijkste muziekboeken van Limburg, waar Thorn heel trots op is. Officia propria, nobilium virginium Thorensum. Oftewel, eigen boek van de maagden van Thorn. En geeft allemaal liederen toegewijd aan bepaalde heiligen. En die worden nu dus uitgevoerd komende zondag. De stiftdames van Thorn waren dochters van de hoogste Duitse adel. In afwachting van hun huwelijk werden de maagden naar de abdij in Thorn gestuurd. Ze hadden hun eigen huis in het dorp, maar brachten de nacht in het klooster door. De stiftdames hielden zich vooral bezig met de verzorging van de liturgie en de koorzang. De stiftdames waren eigenlijk heel vooruitstrevend. Een voorbeeld daarvan hebben we in het handboek waar we zondag uit gaan zingen. Dat is namelijk volledig in het Latijn. En wat is het bijzondere? Er staat een Nederlandstalig lied in. Dat is Christus is opgestanden. Dus willen we alle gelden voor je zien. Christus zal onze allerhoogsten zien. Kyrie eleison. Een van de dingen waardoor het toch wel heel speciaal is, is dat de dames in die tijd evident een groter aandeel hadden en een belangrijke rol speelden in de liturgie als nu. Ik denk dat het zondag een unieke middag wordt, want het bijzondere is dat wij gezangen uit die tijd, pakweg rond 1500, opnieuw gaan uitvoeren op dezelfde plaats waar ze toen zijn uitgevoerd, namelijk in de abdijkerk van Thorn.